En dit hier schijnt de beste kebab van Eindhoven te zijn. Heel lekker gekruid. Nou moet je ook even proeven. Ik ben opgegroeid in Eindhoven en mijn culinaire herinneringen blijven een beetje steken bij tomatensoep met balletjes, worstenbroodjes en shawarma na het uitgaan. Maar de afgelopen 5 tot 10 jaar waait er een frisse wind door deze stad. En je hebt er ook best wel veel hele lekkere Afghaanse restaurants. En vandaag ga ik langs bij Hamid, waar je echt ontzettend lekker traditioneel Afghaans kan eten. Zullen we naar de keuken gaan? Oké, gaan we. Dat is mantu. Mantu. Voorgerecht. Ja. Die wordt gemaakt met bladerdeeg, gevuld met gehakt, kalfsgehakt. Kalfsgehakt. Ui en koriander en een beetje lekker grauw. Ja. En top is yoghurtsaus. Ruiken. Tomatensaus. Kikkererwten. Ja, kikkererwten. Oh, het ruikt heerlijk. Ja, dit gaat aan mijn neus voorbij. Dus ik heb hier voor jou Doch, een Afghaanse drankje. Oké. Okay. Ja. Dit is echt ontzettend lekker. Het doet een beetje denken aan dajik of tzatziki. Het is best wel zout, maar en er zit dus ook spaarrood in. Dus je voelt ook een beetje die bubbels. En er zitten ook echt zo hele kleine stukjes komkommer doorheen. Dus als je een slok neemt, dan heb je zo al die kleine stukjes in je mond. Dat is een rijstgerecht, naranj palau. Ah, naranj, orange. Orange, sinaasappel. Een soort sinaasappel. Ja. Met saffraan, amandelen, ook met pistache. En onder de rijst zit lamvlees. Bitter, ja? Ja, het is eigenlijk bitter en nu wordt het zoet geworden. Zoet maken, dat is veel te veel werk. Ja. Nee, hier zit dus heel veel werk in. De meeste klanten kiezen de eerste voorgerecht van dit, altijd. Heel erg lekker dit. Ja, die zoete pompoen. Yoghurt om het een beetje te stabiliseren, maar het is ook best wel goed pittig hoor. En het zit allemaal in één gerecht. Ja, ik teken hiervoor. Als ik dit de rest van mijn leven zou moeten eten. Super lekker. Echt ook best wel pittig eigenlijk. Maar ook zoet. Ooit van rood spinazie met rabarber. Ook echt wel heel erg goed. Het doet een beetje denken aan zo'n India's spinaziegerecht. Maar dan heb je dat zure van die rabarber er doorheen. En dan nog die zoute kaas. Zalig. Ik voel me hier eigenlijk wel thuis. Op deze loungebank. Met daar een waterpijp. Een beetje thee erbij. Een beetje fudge. Ik blijf hier voorlopig even zitten.